je hebt ook een groepsnaam. Hoe heet die? De Rekkelkus. En weet je wat dat inhoudt? Nee. Nee hoor. Maar volgens mij is die dus de badraafjes. Dat is waar. Ja, dat zijn jullie wel, hè? Ja. Dit is ontstaan doordat Andy Kronenberg met zijn carnavalsgroepje in het Valkenburgse het idee had opgevat om mee te gaan doen in het KVL. Daarbij heeft hij Bas Keltjes gevraagd om de tekst te schrijven. En toen kwam hij bij mij uit om de muziek te maken. En ik heb uiteindelijk samen met Sander Simons het muzikale gedeelte van het liedje op me gepakt. Andy, het was jouw initiatief om deze kinderen samen te brengen. Klopt, klopt. Roy en ik mochten voor het KVL een filmpje opnemen over promotie van het KVL. En daarna reageerde iemand op Facebook daarna van, goh, maar wanneer ga je eigen kinderen een keer meedoen? Toen dacht ik van, ja, inderdaad, hartstikke leuk. En we hebben zo'n appgroep met ouders. We hebben vorig jaar de optocht gelopen in Valkenburg met een hele grote groep. Ik denk, nou, zet eens een appje in die appgroep, kijken of daar iemand op reageert. En uiteindelijk hadden we opeens 19 kinderen bij elkaar die super enthousiast waren om mee te doen aan het KVL. Superleuk natuurlijk. Hè? Hartstikke trotse moeder van 2 van de 18. Ja, hartstikke leuk natuurlijk dat ze mee mogen doen. Ook een hele nieuwe leuke ervaring voor ze. Dus ook voor ons als ouder. Ook nog nooit meegemaakt. Dus dat is wel echt heel speciaal. Ze hebben een aantal keer geoefend met elkaar. En dat ging eigenlijk vrij snel. Ze pakten het allemaal snel op met dansjes en al. En uiteindelijk met 15 deelnemers waren er. En er zijn er 11 doorgegaan. Waaronder de Rekkelkus. Dus ja. Nou, ik denk dat ze best wel top 5 materiaal is het absoluut. We hopen natuurlijk voor ze dat ze winnen. Maar ja, het hoeft eigenlijk niet, want ze hebben al zoveel plezier. Dus gewoon het meedoen en met z'n allen met de bus ze aanmoedigen. Dat is voor ze allemaal zo leuk. En het zijn allemaal vriendjes en vriendinnetjes samen. Dus het wordt gewoon een hele gezellige dag. En Guusje, wat vind je ervan dat je in de finale staat van het KVL? Superleuk. Wat vind je er dan zo leuk aan? Ja, dit is de eerste keer van ons. En ik vind het gewoon heel leuk om in de finale te staan. Ja. Heel chic. Wat vind je daar zo chic dan aan? Ja, gewoon ze bijna gewoon een droom die uitkomt. Ja, geweldig. Dus natuurlijk heel leuk dat we met vrienden, we hebben ook heel veel vrienden hier zitten. En dan is het geweldig om daarmee in de finale te komen en daarmee misschien ook winnen. Vind je het spannend om in de finale te staan? Ja. Wat vind je er zo spannend aan? Dat heel veel mensen kijken naar je en dan, ja, misschien zing je iets verkeerd en dan schaam je je een beetje. Heel leuk. Had je er al eens eerder van gehoord? Nee. Wat vond je ervan toen je hoorde dat je ging meedoen? Ja, ik vond het heel raar, want ik heb ook niet veel zangervaring. Het wordt plankgas power, dat wordt het. En we gaan het zien wat het wordt. Dat is heel moeilijk te voorspellen. Ik denk dat het gewoon al, hier geldt ook, meedoen is eigenlijk belangrijker en leuker voor de kids, omdat het een ervaring is dan winnen. Win je, dan is het superleuk meegenomen, ja.